Yo, goeiedag gasten, ik ben Robin Bakker van Current Render en vandaag laat ik jullie de very basics zien van Adobe Premiere CS6. Hier heb ik voor gekozen omdat sommige van jullie waarschijnlijk nog wel Sony Vegas gebruiken, Sony Vegas Pro. Op zich is dat geen slechte programma, je kan er prima mee werken, maar het is toch fijner als je Adobe pakketten hebt omdat die linken met andere Adobe programma's zoals After Effects. Ik heb gekozen voor Pro CS6 omdat dat degene is die ik heb. Als jij nog geen Adobe pakket hebt, dan kun je deze verkrijgen op Adobe Site of op Pirate Bay. Maar goed, om te beginnen, ik heb hem opgestart en dan krijg je hier de recent projects, nieuw project, open project, bla 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 bla. Wij maken gewoon een nieuw project aan. Hier hoef je niet op te letten. Je kunt hier een naam doen. Ik doe gewoon untitled. Doet hij gewoon over de vorige die ik heb gemaakt. Toch niet meer nodig. Hier hoef je eigenlijk helemaal niet naar te kijken als je al wat hebt gefilmd. Of al wat gerecord hebt. Wil je van scratch beginnen, dan is het wel handig om dit even goed te doen. Maar het is nog steeds niet echt necessary. Wij gaan gewoon verder. Sequence naam kun je aanpassen. Maar dat heeft toch geen nut. Want wij gaan hem toch veranderen. Goed, als je alles hebt opgestart, dan kom je hier. Het kan zijn dat die bij jou anders is, want je kunt alles verslepen wat je maar wilt, overal ergens anders doen. Je kan ook nog andere workspace als je wilt. Dus geen paniek, het is ongeveer hetzelfde. Hier heb je je project dingen, hier kun je je project inslepen, dat zullen we nu even laten zien. Audio, en deze hoort erbij. Het kan soms zijn dat als je grote bestanden importeert, dat je hier beneden een geel balkje hebt. Dat betekent dat die aan het laden is. Dus als hij een keer in de timeline haperig is of niet goed afspeelt, dan komt het op dat hij waarschijnlijk nog moet laden. Goed, je hebt je filmpjes in de project file gesleept. Wat je dan hoeft te doen is klik en drag naar dit icoontje hier. Dit is voor een nieuw sequence. Bam! Nou, en wat hij dus nu doet is hij maakt een nieuwe sequence. En deze sequence past hij aan jouw filmpje. Dus hij maakt hem 60 fps, want ik heb hem 60 fps gefilmd. En hij maakt hem 29x1080 Full HD. Je hebt je filmpje dus nu in de timeline gesleept. Dit is de timeline. Je hebt hier de videotracks en je hebt die audiotracks. Je kunt er meer toevoegen door add tracks. En dan het aantal ingeven en bam, krijg je er meer. Hier heb je je beeld. Ik geef net een... Heel prachtig allemaal. Als je niet zo'n goede pc hebt, dan kun je ook kiezen om een 1/4 of voor de helft af te laten spelen. Maar dan speelt hij af in een lagere resolutie, zodat jouw pc het beter aan kan. Ik heb hier ook nog de audio van Rome Total War. Ik sleep je er ook gewoon in audio. Nou goed, hier heb je dus het beeld en daar de audio. Hier de audio van mijn stem. En dan gaan we even kijken. Als je Alt ingedrukt hebt en scrollt, dan kun je zoomen, zodat je beter kunt zien wat daar gebeurt met al deze kleine dingetjes. Of als je een hele kleine cut wil maken. Goed, de select tool met V. Als je op Mac werkt, ik heb geen idee. Volgens mij is het command V of ook gewoon V, ik weet niet. Sorry, het is voor Windows. Als je geen Mac hebt, ik snap niet wat je ermee doet. Dat is een geintje. Please don't kill me. Goed. De select tool is, je kunt alles wat je wilt, kun je gewoon pakken, selecteren en slepen. Op A, dat is deze, is de track select. Dus alles op deze track en wat eraan gekoppeld is, wordt dan versleept. Dat kan ik even laten zien door de C tool te pakken, dat is de kniptool. Ik maak even een paar knipjes en dan ga ik weer even naar V. Als ik deze pak, de voorste, dan pakt hij ook alleen deze en dan sleept hij ook alleen de voorste. Maar als ik de A heb en ik pak de voorste, dan pakt hij alles op dezelfde track. Dus het is wel handig als je heel veel knipjes hebt gedaan en je opeens wil je deze weg of zo. Hier zitten een paar knipjes verderop. En dan kun je alles nog weer verslepen hier naar voren als je hier nog iets wil of zo. Pas wel op dat het, als je de muziek onder hebt of andere audio zoals ik nu heb, dat het uit sync kan lopen. Dus wees daar wel voorzichtig mee. Wat je ook kan doen, als je nog luier wil zijn, om dit weg te halen, in plaats van dat je A doet en sleept, kun je gewoon
V ingedrukt of kun je gewoon de V-tool houden. Klik op dit lege dingetje en delete. Bam, weg. Verder aan deze kant van de timeline, voor mij dan, heb je media browser info effect, markers, history, whatever. Het is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Effecten is de enige die ik echt gebruik. Hier heb je gewoon audio effecten en video effecten. Als het goed is heb je ook nog plugins dat je eigen ding kan toevoegen, maar dit is gewoon goed genoeg. Als je verder nog iets wil animeren een beetje, bijvoorbeeld, even kijken, dan kun je hierop klikken. En dan zie je hier bij effect controls wat je allemaal hebt. Als je ook een effect toevoegt, bijvoorbeeld color correction, brightness en contrast. Die klik je gewoon op en drag je op jouw stukje film. En dan zie je hier ook dat die brightness en contrast toevoegt. Dan kun je gewoon, uppa, kijk, prachtig. Dat is freaking lelijk, dus dat doen we niet. Goed, net als After Effects werkt Adobe Premiere met keyframes. Hier heb je bij motion kun je, dit is de toggle animation, klik je op, dan elke keer als je wat verandert, bijvoorbeeld ik sleep hem nu hierheen, dan maakt hij weer een keyframe. Maakt hij van deze keyframe tot en met deze, maakt hij dan de animatie. Als je vindt dat hij wat langzamer moet, dan sleep je hem gewoon deze kant op. Zie, doet hij wat langzamer op, want dan zit hij over een langere tijd. Hetzelfde is met scale. Als je keyframe klikt, nu is hij normaal. En ik wil dat hij op dit punt, dat hij 250 is of zo, ergens inzoomt. Nou, dan zoomt hij daarop in, maak je nog een keyframe. En dan vanaf hier wil ik dat hij weer terug gaat naar de 100. Wat hij dan doet is... Prachtig, toch? Zie? Oh, zo professioneel. Geweldig. Goed. Als je daar weer op klikt trouwens, dan haalt hij alle keyframes weer weg. Dus wees er voorzichtig mee. Als je er nog nieuw mee bent. Nou, ik denk dat ik het hier even bij ga laten. Oké, dus tijdens het editen van het filmpje kwam ik erachter dat ik helemaal niet had verteld hoe je moet exporteren. Oké, het is heel makkelijk. Je klikt hier op de timeline file en exporteer media. Dan kun je hier de format kiezen, AVI, H264 is MP4 of... QuickTime of whatever je wil. De presets heb je erbij. Hier bij output name kun je je naam veranderen. Hier kun je dan ook nog de scale veranderen. Je kunt het aantal frames per seconde kun je veranderen. Ik doe meestal render at maximum depth. Sorry, niet death. What the hell? Iemand hoeft dood vandaag. Maximum bitrate. Target bitrates, ongeveer hier. Ik weet niet precies wat dit doet, maar ik vertrouw erop dat het goed komt. Dit zorgt wel voor dat het, als je hem hoger zet, dat jouw bestand ook groter wordt. Maar dan ziet het er wel beter uit. En use maximum render quality heb ik ook altijd. Wat je dan kan doen als je op Q klikt en je hebt een media encoder, Adobe Media Encoder, dan queue die up en dan kun je meerdere renders achter elkaar doen en dan hoef je niet telkens te wachten op één render. Maar omdat hij bij mij niet doet, want ik heb een gekrekte versie, gewoon export en dan gaat hij exporteren naar je output. En dat is dat. Als jullie verder nog wat meer geavanceerde tips willen, laat het me alsjeblieft weten door een reactie achter te laten in de comments. Laat het weten of je het leuk vond of niet, of je het helpvol vond door een like of een dislike te geven. En ja. Nee, ik hoop echt dat het helpvol voor jullie is. En ik zie jullie later, hè, guys. Hajo!